het Instituut voor Graduate Studies en Research, IGSR, en het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, hebben vandaag het boekwerk Mozaïek van het Surinaamse Volk, Volkstellingen in Demografisch, Economisch en Sociaal Perspectief gepresenteerd. Deze publicatie is het product van een samenwerking tussen de beide instituten en er is gebruik gemaakt van de censusresultaten van 2012. Dit boek dient ter ondersteuning van beleid en onderwijs, waaronder het curriculum van het VOS en hoger niveau. De publicatie biedt de lezer een helder, gedegen en overzichtelijk beeld van de omvang, samenstelling en leefsituatie van het Surinaamse volk. Volgens minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het beschikken van juiste data en informatie belangrijk voor het uitstippelen van zijn beleid. En daarom heb ik ook gezegd, planning en onderzoek van onderwijs moet beter tot zijn recht komen. En meneer Snow, we zijn niet klaar. We gaan een goed afspraak moeten maken. Wie welke statistieken bijhoudt. En alle statistieken die zoveel mogelijk te maken hebben met onderwijsaangelegenheid, gezondheidsproblematiek, natuurlijke hulpbronnen, alles moeten we in kaart brengen. En ik denk alleen zo kunnen we beleid maken. En ik heb een laatst, zitten we nog met een groter probleem in Suriname. En we onderschatten dat probleem. We zitten met een drop-out problematiek. En wanneer we drop-out willen definiëren naar een aantal categorieën, dan kan niemand jou vertellen waar de grootste groep van drop-out zit. Maar ik kan u zeggen, onderschat niet hoeveel drop-outs er al op de basisschool zich er zijn. En wanneer we bezig zijn met een leerplichtwet, gaat die aantallen van drop-outs wel relevant moeten zijn om uiteindelijk te kijken hoe we scholen moeten bouwen en zaken moeten inrichten. Het boekwerk is onder leiding van Jack Menke samengesteld. Volgens hem was het niet makkelijk om het project uit te voeren, maar het is uiteindelijk wel gelukt een uniek boek neer te zetten. Dus niet zozeer vanwege, hoe noemen we dat, dus die kritische wisselwerking en feedback. Ik zie Mirella lachen, we hebben dus de volle laag gehad. Maar ik ga u iets vertellen wat misschien belangrijk is voor onze samenleving en de universiteit. Laten we beginnen met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Bestaat straks 50 jaar. En we moeten trots zijn op de Anton de Kom Universiteit. En zeker ook trots zijn op de Anton de Kom Universiteit met dit boek. En ik ga u iets noemen, het heet geïntegreerde wetenschapsbeoefening. Dit idee is ontstaan in de 70er jaren. In de 70er jaren toen ik pas hier kwam, geïntegreerde wetenschapsbeoefening. En ik herken in elk geval de drie aspecten, er zijn verschillende aspecten aan geïntegreerde wetenschapsbeoefening. Ik ga geen ingewikkeld verhaal, maar laat me u drie dingen noemen. Eén is, de drie pilaren van de universiteit zijn onderwijs, onderzoek en dienstverlening. En we weten allemaal dat we zijn begonnen als onderwijsinstelling. Met dit boek zie je in dat hele proces de integratie van deze drie aspecten. Onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Aldus Jack Menke, samensteller van het boekwerk Mozaïek van het Surinaamse Volk, Volkstellingen in Demografisch, Economisch en Sociaal Perspectief. Het Instituut voor Graduate Studies en Research, IGSR, en het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, hebben vandaag het boekwerk gepresenteerd.